Spellenzolder en dit keer het spel Conquest of Planet Earth, inclusief de Apocalypse uitbreiding, uitgegeven door Flying Frog Productions. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers, met de uitbreiding kun je het zelfs met 6 spelers tegelijk spelen en je bent er ongeveer 1,5 uur mee zoet. Het spel kan op 2 manieren gespeeld worden, competitief, dus tegen elkaar, of coöperatief, met z'n allen tegen planeet Aarde. En in dit spel kruip je in de huid van een ras aliens en ga je natuurlijk de Aarde proberen te veroveren. Je gaat superwapens bouwen, je gaat het menselijk verzet verbreken en je gaat proberen zoveel mogelijk terror, paniek te zaaien op de planeet. Want je probeert indruk te maken op de overseer. Zodra er een x-aantal terror gezaaid is, winnen we samen het spel of win je individueel het spel, afhankelijk van de modus waarin je het speelt. Laten we maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Jason C. Hill en wij krijgen de spelregels in het Engels. Die zijn in een klassieke Flying Frogs op manier opgezet. En op zich duidelijk, alles staat erin. En alle varianten ook nog een keertje. En natuurlijk de regels voor de uitbreiding. Wij krijgen ook klassiek bij Flying Frog een cd waar we muziek op hebben. Speciaal voor dit spel. Een startspeler token. Voor elke speler in zijn of haar kleur vliegende schoteltjes, een aantal acties en conquest fiches. Wij krijgen een aantal miniatuurtjes en dat zijn supermachines die we kunnen bouwen. En die doen nog veel meer damage en die kunnen weer op speciale manieren worden ingezet door de spelers. Wij krijgen de verschillende eventkaarten. Wij krijgen de Human Resistance kaarten. Wij krijgen de locaties die we gaan veroveren. Dat kan van alles en nog wat zijn. Het geweldige space stuff, daar zitten superwapens in voor de aliens. De human tech zijn de superwapens van de humans, daar worden we weer minder blij van. Een aantal startlocaties, reference kaarten. En in de uitbreiding krijg je ook nog eens weer een keer coastal resistance. Dat zijn wat zwaardere weerstandskaarten voor als je langs de kust gaat vechten. Dan hebben wij fiches met de Human Resistance die over het bord bewegen en waar we ook tegen moeten knakken. Dobbelsteentjes. Hier hebben wij de track waarop de mensen bezig zijn om hun superwapen te bouwen. Zodra ze dat voltooid hebben, knallen ze alle aliens in één keer uit de lucht. En voor de rest staat hier gewoon het beurtvolgorde spoor op. En dat kun je op een makkelijke en een moeilijke wijze spelen. Een heleboel verschillende alien rassen met hun verschillende speciale eigenschappen. Alien menace tokens en nog wat terror tokens en andere tokens die we tegen kunnen komen. Een zakje voor de resistance en de verschillende speelborden waarmee we Planet Earth gaan bouwen. Dat is wat we allemaal krijgen. Best wel veel. Het wordt de hoogste tijd om eens een spel op te gaan zetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, in mijn voorbeeld opgezet voor 3 spelers en ik heb gekozen voor de co-op modus. Elke speler krijgt in zijn of haar kleur de 4 vliegende schotels met de Ray of Death die ze eruit vuren naar de grond in hun landing site en dat is het middelste vakje van het bord. Elke speler heeft zijn eigen startbord. Elke speler kiest of krijgt willekeurig een ras met erop 2 statistieken, de strength en de intelligence en hier nog wat speciale eigenschappen. Je krijgt een paar dobbelstenen, conquest tokens in jouw kleur, een overzichtje. Je krijgt 1 alien menace punt om mee te beginnen. Je krijgt een aantal eventkaarten gelijk aan je intelligence. Mijn intelligence is 4, dus mijn starthand en handlimiet is 4. En als je de co-op modus speelt, dan gebruik je eigenlijk deze actiemarkers niet. Maar je kunt ervoor kiezen om ze alsnog te gebruiken. In principe, als je de co-op modus speelt, gebruik je alleen maar de D6. Oftewel, je gooit de dobbelsteen om te bepalen hoeveel acties je hebt. Het bord zelf bestaat, afhankelijk van hoeveelheid spelers, uit een centrum. En daar een aantal borden voor elke speler omheen. In het midden van het centrale bord, daar leg je het uiteindelijke doel. Capital City. Daar staat gewoon op hoeveel populatie daar is, wat de speciale eigenschap van deze locatie is en hoeveel resistance daar zit. Alle kaarten worden er omheen gelegd. De locatiekaarten, eventkaarten, resistancekaarten, space stuff, human tech. En zoals jullie zien hebben wij 2 stapels eventkaarten. Dit zijn de eventkaarten die we in de
koopmodus gebruiken. Die zijn voor de spelers, de aliens. En hoe herken ik die van de eventkaart die we gaan gebruiken voor de Human Resistance? Je zult zien dat de kaarten, de eventkaarten, opgedeeld zijn in twee soorten. Kaarten zonder een rood vak en kaarten met zo'n rood vak onderin. Speel je de co-op modus, dan haal je alle kaarten, alle eventkaarten met zo'n rood vak haal je eruit. Die vormen een eventstapel voor de Human Resistance. Oftewel, dan gaan we alleen maar kijken naar dit nare effect hier onderaan. En de kaarten zonder dat effect, die komen in de eventstapel voor de spelers. En dat zijn dan weer bonussen en boosts voor de spelers zelf. Dus op die manier splits je de eventkaarten. Je pakt het resistance bordje. Van tevoren bepaal je of je gewone resistance wil of dat je brutal resistance wil. Die is gewoon wat lastiger. En je plaatst de marker op stap 1 van het ontwikkelen van het super wapen. Zodra zij op stap 10 komen, hebben zij het superwapen ontwikkeld en blazen ze alle aliens weg van planeet Aarde. En in de koopmodus betekent dat dat we allemaal verloren hebben. We leggen nog wat tokens aan de zijkant. Hier hebben wij alle Human Resistance fiches in zitten. En die herken je aan het feit dat daar op de achterkant Resistance staat. En aan de andere kant staat er gewoon wat voor tegenstander het is. Dit zijn dan weer tanks met een strength van 5. Op elk bordje plaatsen wij één fiche. Daarvoor gooi je gewoon een dobbelsteen. Je kijkt naar het getal. En je zult zien dat op je middelste vakje staan de 6 getallen weergegeven. In dit geval is 1 dit vakje. Dus dan zou je daar een fiche plakken. En op het middelste vak, daar komen 2 resistance fiches. Dus deze leggen we op 1. Wat het plaatsen van dit soort resistance fiches betreft. Je gooit altijd de dobbelsteen. Komt hij dan op een vakje waar al een resistance marker ligt, dan duwt hij die resistance marker naar het middelste vakje. En zo blijven ze doorduwen tot er uiteindelijk 3 in het midden liggen. En zodra er 3 in een vakje liggen, dan is het vol. Eerst zal het midden vol worden. Als dan een tweede vakje ook vol zou raken, dus daar liggen er ook 3, dan is er op zich nog niks aan de hand, afgezien van het feit dat je afschuwelijk veel weerstand hebt. Zou er dan nog een fiche bij komen, dan kan die hier niet in, want daar is het vol. En hij kan ook niet naar het midden, want daar is het ook vol. Dan betekent het dat dit fiche niet geplaatst wordt, maar dan krijgen de humans onmiddellijk 1 punt op hun human tech track. En dat willen we liever niet, want dat is de klok die ons spel beëindigt. Verder leggen wij hier de miniatuurtjes van de speciale aliens. En die wil ik toch even laten zien, die zijn gewoon heel gaaf. We hebben de Cube uit de Apocalypse uitbreiding. Die natuurlijk ook gewoon met een gigantische knal over het bord veegt. Nou, je hebt nog een super tank die je in het spel kan krijgen. Dat is allemaal erg mooi en gedetailleerd weergegeven. Nou, en nog wat andere ruimteschepen en een super robot die we los kunnen laten op de wereld. Nou, heel leuk gedaan. Dus dat doen we. Zo zetten we het spel op. Ons doel is, afhankelijk van de hoeveelheid spelers, een bepaalde hoeveelheid terrorpunten te verzamelen. We zijn met z'n drieën. We moeten 24 terrorpoints halen voordat de klok 10 slaat. En dan winnen wij met z'n allen. Lukt ons dat niet, dan hebben we met z'n allen verloren. Hoogste tijd om eens te gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat eigenlijk uit 2 fases. Als eerste de alien fase en daarna de resistance fase. In de alien fase gaan de aliens, de spelers, dus aan de gang om de wereld te veroveren. En daarna gaan de humans terugvechten. En dat doen we totdat een van beide zijden gewonnen heeft. De alien fase, 3 spelers in mijn voorbeeld, die maken onderling uit in welke volgorde zij gaan spelen. In de alien fase gaan ze als eerste iets doen met hun actiepunten. Je hebt een mooi overzichtje, daar staat het op. Het eerste wat je gaat doen is de actiefase. Wat ik zei, officieel in de co-op maak je alleen maar gebruik van de D6 mogelijkheid. Oftewel, je gooit aan het begin van je beurt een dobbelsteen. Het getal bepaalt hoeveel acties je mag uitvoeren, in dit geval 4. En daar ga je dus 4 verschillende acties doen. Zou je een 1 gooien, dan mag je meteen 1 menace token pakken. En daarna mag je kiezen of je opnieuw gooit. Het opnieuw geworpen resultaat hou je. Zou dat wederom een 1 zijn, krijg je niet nog een menace token. Maar je kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van de actiefiches. Je ziet, je hebt de getallen 2,
tot en met 6. Dat betekent gewoon dat als je aan de beurt bent, kies je één van de fiches. Die flip je dicht. En zoveel acties heb je. In dit geval zou ik er dan 5 hebben. Zodra je alle getallen dichtgeflipt hebt, gaan ze allemaal pas weer open. Dus je moet een beetje sparren met welke acties je wanneer nodig hebt. De acties die je hebt, daar kun je verschillende dingen mee doen. Een alien verplaatsen naar een aangrenzend vakje kost jou 1 actie. Als aliens vernietigd worden, komen ze bij jou in je pool. Voor 1 actie mag je die alien weer op jouw landing site zetten. En dat is gewoon hier in het midden van jouw eigen bordje. Voor 2 actiepunten mag jij 1 alien menace token pakken. En het laatste wat je kan doen is je kunt actiepunten spenderen voor bepaalde kaarten. Die kaarten die geven zelf aan of ze actiepunten kosten. Dat staat hier in de gele balk. Deze is gratis, deze is gratis. En hier zien jullie in de gele balk. En als je een gele cirkel met een getal ziet in dit spel, dan betekent dat dat we het over acties hebben. Deze kaart kost jou 1 actie. En hier hebben we zelfs een kaart die kost maar liefst 4 acties. Dus dat zal wel een brute kaart zijn. Elke vliegende schotel heeft een eigen strength. Jullie zien dat zo'n fiche heeft ook een eigen strength. In dit geval 5. Elke vliegende schotel heeft een strength gelijk aan de strength van jouw ras. In mijn geval is dat 3. Dus als ik alle 4 de schotels hier naartoe stuur, dan heb ik daar in principe een strength waarde staan van 12. Daarbij krijgt elke partij altijd 1 dobbelsteen die ze mogen gooien. En die waarde wordt toegevoegd aan hun strength. Dus dan heb je een beetje een idee van waar ga ik naartoe en hoeveel strength heb ik nodig. Maar dat is het eerste wat ik doe. Ik ga eerst alle acties uitvoeren. Dus ik ga kaarten spelen, aliens verplaatsen en eventueel menace tokens kopen. Die menace tokens heb je eigenlijk nodig soms voor kaarten, maar over het algemeen voor de speciale eigenschappen die jouw ras heeft. Zodra jouw aliens verplaatst zijn naar een locatie die kaal is, dus gewoon alleen maar zand, wordt daar een locatiekaart getrokken om te kijken wat dat is. In dit geval is het de coastline. De coastline heeft 0 terror points als waarde en daar zit 1 resistance. En dit is dan een kaart uit de uitbreiding, want er zie je zo'n klein anker bij. En dat is coastal resistance. Coastal resistance is hetzelfde als gewone resistance, maar in net even wat zwaarder jasje gestoken. Dus dat is wat gevaarlijk. Verder zien we op zo'n locatiekaart over het algemeen symbooltjes staan. En die kunnen dan weer gebruikt worden door de resistance kaarten zelf. Je hebt allerlei soorten locatiekaarten. Je hebt hier een hele naval base. Die heeft allerlei verschillende symbolen. Die is 3 terrorpunten waard. Er zit meer weerstand in, meer eigenschappen. Je hebt hier nog een hele stad aan de haven, observatory. Je hebt gewoon zelfs grassy fields, die zijn helemaal niks waard. Daar zit ook helemaal niks. Nou, zo heb je van alles en nog wat de meest grappige locaties. Eigenlijk uit de klassieke alien films. Zodra een speler al zijn acties gedaan heeft, gaat hij naar de battle phase. Is hij op een locatie waar een fiche is, dan moet hij dat fiche verslaan. Bevindt hij zich op een locatie die niet verslagen is, oftewel waar geen conquered fiche op ligt, dan moet hij resistance kaarten bevechten gelijk aan het aantal in het schildje afgedrukt. In dit geval 1. Nou, wij gaan 1 resistance kaart pakken. En in dit geval was het dus een coastal resistance, dus ik pak een coastal resistance kaart. En die moet ik bevechten. Er zijn 2 soorten resistance lui. Je hebt gewone units. In dit geval is het een fishing boat, dus is niet echt heel erg spannend. Maar die herken je aan het feit dat het getal, de strength van de kaart, staat links. Staat de strength rechts, dan moet je even goed kijken, want dan heb je over het algemeen te maken met een hero. En een hero komt altijd als een bonus. Dus als ik als eerste deze hero zou hebben getrokken, dan moet ik nog steeds een volgende kaart trekken, net zolang tot ik een kaart trek dat die geen hero is. En dat wordt dan mijn totale vijand. Nou, je zult zien dat zo'n hero geeft altijd een bonus aan strength en die heeft ook nog een speciale eigenschap en die geeft dus nog weer extra bonussen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je een kaart pakt, dat is een hero, je pakt een tweede kaart, want je hebt nog steeds zo'n gewone unit nodig. Dat is weer een hero kaart. Zodra je 2 of meer heroes trekt in 1 actie, dan moet je meteen een event kaart openleggen en afwerken. Als je daarna nog meer heroes trekt in dezezelfde battle, geen enkel probleem. Maar dat betekent dus nog meer ellende.
Waar moeten we dit gaan bevechten? Nou, we gaan even kijken. De totale strength van het verzet is 5. Hier onderaan staat wat voor soort target het is. Het is een hard target. Dat heeft voor sommige aliens ook weer bonuses of penalties. Deze hero heeft 2 eigenschappen. Hij heeft assault. Bij gelijkspel wint de kapitein, dan wint dit team. En cunning. Oftewel, hij gooit een extra dobbelsteen en kiest de hoogste waarde. Nou, dat zijn de 2 eigenschappen die hij toevoegt aan dit gevecht. Dat betekent dat het verzet met 2 dobbelstenen gooit en wij gooien met 1 dobbelsteen. Wij gaan nog even kijken naar onze speciale eigenschap. Even kijken, wij zijn Razor Sharp Claws. Wij zijn plus 1 strength against hard resistance. Hey, dat is mooi. Dit is een hard resistance. Dus wij hebben een plus 1 strength. Beide spelers gooien. Ik gooi een 4 voor mezelf. En 2 zessen voor de tegenstander. Dat betekent dat de 6 blijft liggen natuurlijk. In principe kun je dat nu gaan optellen. 12 punten plus 4 plus de 1 van de bonus omdat het een hard target is. Is in totaal 17 punten. En zij hebben 5 plus 6 is 11 punten. Dus in principe zouden wij winnen. Maar als er een 6 gegooid wordt, wordt dat altijd gezien als een crushing blow. Een crushing blow betekent dat we niet meer gaan kijken naar de totale strength van beide partijen. Maar degene die de 6 heeft geworpen, wint. In dit geval wint de tegenstander. Ik verlies onmiddellijk 1 van mijn spaceships. En we gaan de volgende ronde van combat in. Zouden beide spelers een 6 gooien, is het weer een gelijkspel. Bij een gelijkspel wint er niemand, maar verliest er ook niemand. Behalve als je dus bijvoorbeeld in dit geval een karakter hebt wat de eigenschap heeft, ik win bij een gelijkspel. Maar wordt er een 6 gegooid, dan is het gewoon over. Nou, dat betekent dat we dus gewoon de volgende ronde combat ingaan. Want we gaan net zo lang door tot een van de 2 partijen wint. In dit geval gooi ik een 4 tegen een 4 van de tegenstander. Ik ga weer tellen. 3 keer 3 is 9. Plus de 1 van mijn target is 10. Plus 4 is 14. En zij hebben 5 plus 4 is 9. Ik win. Deze resistance kaarten zijn verslagen. Die gaan naar de aflegstapel. En deze locatie is nu conquered. Het schildje, er staat maar een 1 in. Dus dat betekent dat ik maar 1 keer een fase van combat moet doen. Zou ik een locatie hebben, bijvoorbeeld zoals deze met een 3 staan, dat betekent dat ik nog 2 rondes combat moet doen voordat ik hem daadwerkelijk verover. Dus dan heb ik net de eerste wave gehad, dan moet ik nog een wave doen en nog een wave. Nou ja, zo werkt eigenlijk het combat systeem. Heel simpel, je hebt je eigen strength, je hebt je eigen bonussen en je probeert daar een beetje een gelukkige dobbelsteen bij te werpen. Zou je een locatie gaan bevechten, dus ik ga bijvoorbeeld naar deze locatie toe waar zo'n resistance fiche ligt, dan ga je als eerste dat resistance fiche bevechten en zodra dat gebeurd is ga je gewoon resistance kaarten trekken gelijk aan het schildje. En dan gaan we naar de laatste fase toe en dat is de event fase en daarin vul ik mijn hand weer aan tot aan mijn huidige IQ. Ik heb een IQ van 4, mijn intelligence is 4, dus ik mag 4 kaarten in mijn hand hebben. Nou, ik heb er 4, dus daar trek ik geen kaarten meer bij. Nou, de andere spelers gaan hetzelfde doen. Zodra alle aliens deze fase hebben doorlopen, gaan we naar de tweede fase. En dat is de resistance fase. De resistance fase bestaat uit 6 stapjes. En die staan ook hier weergegeven en ook op het resistance bordje. Het eerste wat de resistance doet, is die trekt de bovenste resistance event kaart. Die leest alleen de tekst hier in het rode vak. Nou, en in dit geval, elke keer als er een conquest token geplaatst wordt, moet je een dobbelsteen gooien. Gooi je een 1 of een 2, komt er geen conquest token, maar komt er een demolished token. En dat betekent gewoon dat de hele zooi kapot is. En je zult zien dat een locatie dan niks waard is en geen verzet meer zal bieden. Maar dat is doodzonde, dat betekent geen terrorpuntjes. En die blijft liggen tot de volgende kaart getrokken wordt. In dit geval staat gewoon op de kaart vermeld. Het tweede is, we gaan kijken of er locaties bevrijd worden. Als een locatie veroverd is, maar daar zijn resistance fiches naartoe gegaan, dan wordt die locatie bevrijd. Gaan de terrorpunten weer terug naar de algemene voorraad en moeten we deze locatie weer opnieuw gaan veroveren. Het derde wat we doen is, we verplaatsen de human tech track. Als de human tech track verplaatst wordt naar een cirkel of een getal in een rode cirkel, dan komt er weer nieuwe resistance bij. Daarvoor pakken wij weer de zak met human resistance tegeltjes.
En we plaatsen één resistance tegel op elke sectie van het bord. Dus in dit geval 4 secties. Nou, ik heb 4 dobbelstenen. Ik gooi gewoon even 4 getallen. En dan gaan we ze gewoon afwerken. Hier komt er eentje in 6. Deze komt nu op een locatie die veroverd is door mij. Dat is op zich nog niet erg, want we hebben de stap hiervoor gedaan dat locaties bevrijd kunnen worden. Dat betekent dat ik hem nu wel weg moet gaan hakken voor de volgende beurt, want anders dan verslaat hij, haalt hij mijn conquest weg en dat kost me weer puntjes. Dat is de derde stap. Human tech en eventueel nieuwe resistance markers plaatsen. De vierde stap is het verplaatsen van resistance markers. Sommige units hebben move erop staan, zoals bijvoorbeeld deze jetfighters, die kunnen vliegen. Dus die gaan we verplaatsen. We pakken gewoon weer een dobbelsteen en we gooien, die gaat naar locatie 1. Even kijken, dat zit hier, daar zit al iemand, die gaat daar naartoe. Nou, dan hebben we hier de planes move ook, die gaan naar locatie 3. Nou ja, en zo ga je al die markers af en die verplaats je afhankelijk van de dobbelsteen. De vijfde stap is resistance barrage. Sommige resistance fiches hebben de barrage mogelijkheid, dat zijn artillerie pieces. Een artillerie vuurt op alle aangrenzende vakjes waar aliens staan. En voor elke alien die daar staat moet je een dobbelsteen werpen. En voor elke 1 of 2 die je werpt ben je gewoon een alien kwijt. Die wordt gewoon kapot geschoten. Die ability hebben ze ook als je ze gewoon aanvalt. En dan voordat het gevecht begint moet je dus gaan werpen en kijken hoeveel je er nog hebt. Maar ze doen het ook nog een keertje tijdens de resistance fase. Dus dat zijn hele lastige, heel vervelende units. Die moet je ook zo snel mogelijk weg zien te knallen. En het laatste wat we gaan doen is we gaan rollen om te kijken of de humans een technological breakthrough hebben. Ook daarvoor gaan we weer kijken naar de human resistance bordje. Jullie zien dat de marker nu hier is. Dat is nog in deze sectie. En daar staat een driehoek met een 1 erin. En hier wordt het een 2 en hier wordt het een 3. Dat getal bepaalt hoeveel dobbelstenen ik gooi. Als ik tenminste 1 6 gooi. Nou, natuurlijk doe ik dat gelijk in dit voorbeeld. Dan wordt er een human tech kaart gepakt en opgelost. En dat is bijna altijd drama. Want dat zijn de zware wapens die de mensen ontwikkelen om de aliens weg te knallen. Nou, ook daarbij ga je gewoon weer lezen wat hier staat en dat effect pas je toe. Dus zolang er geen 6 geworpen wordt, is er niks aan het handje in die zesde stap. Maar wordt er tenminste 1 6 geworpen, dan komt er een human tech kaart en dat is meestal drama. Is dat gebeurd? Is de eerste ronde voltooid? Gaan we de tweede ronde beginnen. En die begint weer met de aliens en daarna weer de resistance, etcetera, etcetera. En zo ga je door tot een van de beide partijen wint. Oftewel de klok loopt af of wij weten 24 overwinningspunten te scoren. 24 terrorpunten in mijn voorbeeld van 3 spelers. Maar zo gaan we dus tekeer. De kaarten spreken voor zich, ga ik niet te veel op in. Wat ik nog wel even leuk vind om te laten zien zijn de space stuff. Zoals de human tech zijn de kaarten die de mensheid heel erg helpen. Wij hebben de space stuff kaarten en dat zijn onze superwapens. Wij kunnen daarmee blue lasers krijgen. Oftewel dan hebben wij een plus 1 op elke vliegende schotel die we hebben. We hebben anti-air cannons. We hebben de menacing bug eyes. En ook hier tussen de space stuff zitten natuurlijk deze extra units. Zodra je zo'n space stuff kaart pakt, leg je daar die unit op. En voor één actie kun je die unit dus naar je landing site bewegen. En dan heb je weer een unit die je door het spel kan bewegen. En als zo'n unit gedood wordt, komt hij ook gewoon weer terug op die kaart. En kun je hem de volgende keer gewoon weer inkopen. Hier heb je bijvoorbeeld die tank. Die tank heeft een eigen strength van 4 met een eigen speciale eigenschap. En zodra je die hebt, kun je zeggen van nou, ik heb hem unlocked. Ik heb hem gekocht. Ik zet hem erbij en ik ga daarmee ook gewoon over het bord rollen en mensen aanvallen. Dan kun je wat meer verspreiden. Nou, hier zitten echt hele toffe kaarten bij. Maar die aan de andere kant, die hebben we ook weer hard nodig. Want de mensheid vecht hard terug. Zo gaan we met z'n allen door en proberen we gezamenlijk de mensheid op zijn knieën te werpen. En de overlord, de overseer, tevreden te stellen door genoeg terror te zaaien over de planeet. En lukt ons dat, winnen we het spel. Slagen de mensen erin hun superwapen af te maken, dan verliezen we met z'n allen het spel. En dan zullen we het nog een keer moeten proberen. Maar zo wordt Conquest of Planet Earth gespeeld.
De vormgeving van Conquest of Planet Earth is heel erg gaaf gedaan. Elke speler heeft natuurlijk zijn eigen vliegende schotels met de Death Ray die over de aarde brandt. Dat ziet er al tof uit. Je krijgt al die extra miniatuurtjes die er ook fraai uitzien. En ook het artwork op de kaart is heel leuk gedaan. Je kan van alles bevechten. Dat gaat van tanks en schepen tot aan een superheld die af en toe uit een deck tevoorschijn komt. En die is vervelend. Ook de verschillende aliens met hun eigenschappen zijn leuk gedaan. En die aliens komen ook weer terug in het artwork van de verschillende kaarten. Je zult ook zien dat de Resistance kaarten hebben daar verschillende personen op staan. Die komen weer terug op de eventkaart. Dus al dat artwork zit door elkaar heen. En maakt eigenlijk dat het één groot verhaal is. En dat is ontzettend leuk gedaan. En dat geeft ook echt die sfeer van aliens die de aarde proberen te veroveren. En de mensheid die daar hard tegen terugvecht. Dus dat is heel goed gedaan. Verder zijn de regels niet echt heel erg complex. Je hebt een aantal acties waaruit je kunt kiezen. Daarna heb je misschien wat gevechten afhankelijk van waar je staat met jouw aliens. En dan vul je je hand weer aan met kaarten. En in het koopspel gaat de tegenstander dan spelen, oftewel het bord. En dan komen de resistance kaarten. En dat stelt ook niet zo heel veel voor. Maar het is vooral het spelen, het puzzelen met de beperkte acties die je hebt. En kijken hoe je daar maximaal rendement uit kan halen. En een ander leuk element wat ik vind in dit spel is de balancering met de dobbelstenen. Je hebt natuurlijk een gezette hoeveelheid strength, maar je gooit altijd die dobbelsteen voor een kleine bonus. En als je die 6 gooit, heb je een crushing victory. En ook al zou je dan maar met één vliegende schotel tegenover een overmacht aan human resistance staan, dan nog win je en dan sloop je de hele bende zo naar de aflegstapel. Helaas kan het natuurlijk ook andersom gebeuren, maar dat houdt het wel goed. En uiteraard, wij hebben onze eventkaarten die je vrij kan spenderen over het algemeen. Sommige kosten een actietje hier en daar, maar die kunnen ons natuurlijk weer helpen in onze strijd. En aan het einde van je beurt krijg je toch weer je hand vol, dus gebruik die dingen rijkelijk. En vooral in de koop, help elkaar met die kaarten. Er staat heel specifiek op of ze voor jou zijn of voor een alien of een tegen een resistance kaart. Dus dan kun je ze ook in andermans beurt gaan spelen. En zo kun je elkaar helpen. Dus die balans tussen geluk, een stukje strategie en juist gebruiken van je kaarten is goed gedaan. En dat houdt het spel ook interessant. Het is niet te moeilijk, maar het is ook zeker niet te makkelijk. En dat is plezant. Ik heb het spel alleen in zijn totaliteit gespeeld. Dus inclusief de Apocalypse uitbreiding. En dat is de uitbreiding waar deze grappige zwarte kubus, bijna een boorkubus vandaan komt. Wat ik van veel mensen hoor is dat eigenlijk de uitbreiding een must is. Je kunt het daarna door sowieso met 6 spelers spelen. Dat is natuurlijk al een plus. In deze uitbreiding zitten natuurlijk de Coastal Resistance kaarten met de bijbehorende locaties. Die zijn wat zwaarder. Dat schijnt gewoon even net wat lekkerder te zijn, een betere uitdaging. Je krijgt natuurlijk meer eventkaarten, meer space stuff, meer human tech kaarten, meer rassen om uit te kiezen. Ja, dat is altijd lekker. En er komen wat meer Captain Fantastics bij. En dat is de superheld die eigenlijk ervoor zorgt dat de resistance stapels weer opnieuw geschud worden zodra je die getrokken hebt. Alles bij elkaar is Conquest of Planet Earth gewoon een heel tof spel. Thematisch is het ontzettend sterk. Het artwork op de kaarten loopt in elkaar over, versterkt de sfeer van het spel. De prachtige miniatuurtjes helpen daarbij. De leuke alien races met hun speciale eigenschappen maken dat nog completer. Regeltechnisch is het niet al te moeilijk. Je hebt een x aantal acties en daarna gaan we wat battelen. En de tegenstander gaat natuurlijk terugvechten. En zowel in co-op als in competitief is het gewoon een leuk spel om te spelen. Of je gaat samen proberen om de overseer trots te maken en lekker veel terrorpuntjes te verzamelen. Of je probeert elkaar het leven zuur te maken en zelf de eerste zijn met een x-aantal terrorpunten. Ten koste natuurlijk van je tegenstanders. Tof gedaan. Je hebt een geluksfactor met de dobbelstenen. Die kan soms frustrerend zijn. Maar aan de andere kant, ja, hij kan ook in je voordeel werken. En eventkaarten helpen daar ook een handje bij. En het is gewoon goed te doen als je een beetje strategisch plant. Ja, en soms heb je pech en soms heeft je tegenstander pech. Het kan twee kanten opzwaaien. En dat alles maakt dat ik het spel heel erg leuk vind om te doen. En ook daarom een dikke 7,5 heb gegeven. Not Spellenzolder.